Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Met vandaag een fantastische video. Al zeg ik het zelf, een fantastische video. Jullie gaan vandaag kijken naar al mijn moppen tot nu toe. En mijn moppen, ik moet zeggen, zijn, ja, ik wil niet zeggen ze heel goed zijn, maar ze zijn echt zo ongelooflijk goed. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe het dan zeker in beneden. Even op de hoogte van leuke video's en like deze video. En like deze video en dan wens ik je veel plezier met de moppetjes. De moppetjes! Laat trouwens jouw favoriete mop achter in de comments. Mijn favoriete mop dus welke je te grappig vond. En als je zelf nog een mop hebt, laat hem ook achter in de comments. En je kan hem ook naar mij sturen op Instagram. Instagram heet Koen. Koen, K-O-E-N. Oké, mensen, de mop van vandaag is... Een man staat zijn auto te wassen met zijn zoon. Tegen zijn zoon, kan je de volgende keer geen spons gebruiken? Oké, mensen. Het is blauw en niet zwaar. Lichtblauw! Doei. Oké, mensen, hoe heet een vrijgezelle boer? Een trekker. Ik ga even een oude classic er doorheen gooien. Mensen, een man vraagt aan de buschauffeur: gaat u naar Artis? Dat de buschauffeur: nee, ik moet werken. Het is rood en maakt enorm veel geluid. Knalrood. Oké, volgende heb ik echt weer een goeie. Hoe krijg je nou zo'n banaan het snelst bruin? Weet je, hij ziet hem al, hij is een beetje bruin aan het worden. Nou, dan denk je door op de tafel te slaan. Nee, door hem in je reet te stoppen. Ik weet niet of ik deze al ooit verteld heb, maar hij is zo leuk dat hij best nog wel een keer kan. Wat zegt een kip als hij tegen de muur aanloopt? Tok. Doei. Mensen, de mop van vandaag. Het is weer een goeie hoor. Ik heb gekregen via Instagram, dus dankjewel. Volg mij op Instagram, Koen. En de mop van vandaag is als volgt. Er zijn twee mannen en de ene man zegt tegen de andere man van... Ja, ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht. Zicht? Waar ligt dat? Die ene man weer. Ja, ik heb geen idee, maar in de krant stond mooi weer in Zicht. Echt heel goed. Oké, doei. Hoe noem je een priester in een rolstoel? Een geestelijk gehandicapte. Doei. Oké, mensen, de mop. Ik kreeg hem net binnen via Instagram. Echt leuk. Blijf ze zeker insturen. Deze is echt goed. Er komt een man naar een garage en die zegt tegen de verkoper: graag twee ruitenwissers voor mijn auto. Zegt de verkoper: nou, dat vind ik een goede deal. Echt ziek goed. Er komt een man de kroeg binnen en ziet een vrouw zitten bij de bar en zegt van: hey, jij bent zeker single. Die vrouw wordt boos van: ja, waarom denk je dat ik single ben? Mag een vrouw tegenwoordig niet alleen een biertje drinken? Wat ben je voor ouderwetse lul? Dan zegt die man: nee, je bent gewoon fucking lelijk. Doei. Mensen, de mop van vandaag. Er komt een man bij de dokter. Hij loopt naar binnen en zegt: dokter, het heeft hier een kleine spreekruimte. Zegt die dokter: rot op, ik zit te schijten. Doei. Oké, mensen, de mop van vandaag. Er komt een man bij de kruidvat en die wil condooms kopen. En dan zegt die vrouw: wil je er een zakje bij? Zegt die man: ja, doe maar, ze is best lelijk. De mop van vandaag. Hoeveel baby's heb je nodig om een muur te verven? Het ligt eraan wat je gooit. Dat kan echt niet. Sorry, maar het moest. Mensen, de mop van vandaag. Royalistic. Doei. Oké, mensen, een leuke verjaardagsmop voor je oma of opa. Wat is het voordeel van dement worden? Je kan je eigen cadeautje verstoppen. Oh, stuur me nieuwe moppen. Koen is mijn Instagram, alsjeblieft. Mijn vriendin zei laatst dat ik een pedofiel was. Echt een moeilijk woord voor een meisje van 9. Oh, doei. Even een mop voor de mensen die deze nog niet weten. Echt een classic, een goeie. Een postbode gooit een brief in de bus. Zet de buschauffeur: wat moet ik hiermee? Doei. De mop van vandaag: twee katten lopen over straat. Zegt de ene kat: hey, hoe gaat het? Zegt die ander: goed, miauw. Miauw met jou. Oh, oké, doei. Hoe noem je het als Pino klaarkomt? Sesamzaad. Niet sesamstraat, maar sesamzaad. Oké, doei. Er staan een pot koffie en een pot thee op het aanrecht. Zegt de pot koffie van... oh, ik ben zo heet. Zegt de pot thee: jezus. Had je het niet meer eerder kunnen zeggen? Ik sta al een kwartier te trekken. Leuk, wat leuk. De mop van vandaag, mensen. De hartstikke leuke, hartstikke hutsmop. Er komt een vrouw bij een winkel. En die zegt: mag ik die trui in de etalage pas? Zegt de medewerker: ja, mag. Maar we hebben ook gewoon pashokjes. Leuk. Oké, mensen, de mop van vandaag. Er lopen twee cementzakken over straat. Zegt de een tegen de andere: hey, het gaat regenen. Zegt de andere: geef niets, daar word je hard van. Mensen, de mop van vandaag. Ik was vroeger een kliniekclown, maar ik was te groet. Alle kinderen lachten zich dood. Dat kan echt niet. Twee vriendinnen zijn samen aan het golven. En één vriendin die slaat een balletje. Slaat hem heel ver, hartstikke ver. En ineens hoort ze: au! En ze kijkt in de verte en ze ziet daar een man in één kruipen. Ja, omdat de bal tegen hem aan was gekomen. De twee vriendinnen rennen er naartoe en die man ligt daar te creperen van de pijn. Hij heeft zijn hand vast op zijn kruis. Au. En zij zegt: kan ik helpen? En hij zegt: nee, hoeft niet. Het gaat wel. Ja, laat me nou helpen, alsjeblieft. Laat me helpen. Zij zei van: nee, het hoeft niet. Het gaat. En zij zei: nou, alsjeblieft, ik wil nu gewoon helpen. Zij van: ja, oké, is goed. Dus zij trekt zijn handen
handen tussen... Zij trekt zijn handen tussen zijn benen vandaan. En hij doet al auw. En ze gaat zelf met haar hand in de broek van die man. En ze doet die hand in de broek van die man. En begint een beetje masseren. En na een paar minuten vraagt ze van... Ja, gaat het al beter? Voelt het beter? Is de pijn minder? En hij zegt... Ja, ja, wel. De pijn is wel minder. Maar ik denk nog steeds dat mijn duim gebroken is. Dan lachen ze het zo. Auw, auw, auw. Op zijn kruis. Leuk. Leuke mop. Stuur je mop in. Dank je. De mop van de dag, mensen. Wat is de minst gesproken taal ter wereld? Gebarentaal. Doei. Er zitten twee vliegen op het hoofd van Milo. Zegt de ene vlieg tegen de andere vliegt. Weet je nog vroeger dat we hier verstoppertje speelden? Milo Kale. Dit is een schoonmaak. Ze is lekker aan het schoonmaken. En ineens stoot ze een vaas om. De man des huizes, dus de man van wie het huis is, die zegt... Wat doe je nou? Dat is een vaas uit 1500. Die poetsvrouw zegt... Oh, gelukkig. Ik dacht dat die nieuw was. Leuk. Wat is bruin en klimt langs je been omhoog? Een drol met heimwee. Ze worden er niet beter op, ik weet het. Heb je nou een goede mop? Stuur naar mij op Insta. Koen, K-O-N. Wat is groen en zit op een hek? Verf. Oké, dankjewel. De groeten. Mensen, de mop van vandaag. Wat is Rob zijn favoriete FIFA-speler? Umtiti fuck. Doei. Waarom denkt de politieagent dat hij altijd gelijk heeft? De aanhouder wint altijd. De aanhouder wint, want hij mensen aanhoudt. Is goed, mensen, de groeten. Twee Belgen lopen op een treinrail. Zet de ene Belg tegen de andere. Wat een lange trap, hè. Zet de andere Belg terug. Ik vind het vooral zo kut dat die leuning zo laag zit. Lol. Mop nummer 2. Deze is echt ook quality. Een man ging op zijn fiets naar de supermarkt. Kocht er een fles whisky in. Neem in zijn fietsman. Toen hij op het punt stond om te vertrekken, dacht hij van ja, maar wat als ik val? Ja, dan is die fles whisky kapot. Dus besloot hij de fles in één keer op te drinken. Uiteindelijk was het een goede beslissing, want hij was 7 keer gevallen. Stel je voor wat er met de fles was gebeurd. Lekker bezopen. De mop van vandaag, mensen. Ik liep een restaurant in, maar ik moest heel ver lopen voor een tafel. Het bleek een restaurant met 9 gangen te zijn. Oké, doei. Jongens, een leuke mop van vandaag. Jantje rent naar zijn moeder en roept... Mam, mam, papa is zichzelf opgehangen op zolder. Loop naar de zolder, maar daar is niks te zien. Dat zegt Jantje. Haha, 1 april, hij hangt in de kelder. Die is echt leuk. Doei. De mop van vandaag. Waarom mogen er niet meer dan 3 Russen over straat? Dan zijn het 4 Russen. 4 Russen. Jezus Christus. De mop van vandaag. Wat is het toppunt van zieligheid? Een cadeautje geven aan een zwerver en zeggen dat hij het thuis open mag maken. Doei. Matt heeft de mop van vandaag. Hij is niet leuk. Ja, maar vertel. Nee, hij is niet leuk. Ja, maar vertel. Maar het is een mop. Oké, is leuk. Nee, dit is helemaal niet leuk. Oké, vertel. Een man gaat op zakenreis en die wil niet dat zijn vrouw tekort komt als die weg is, weet je wel. Dus die gaat naar de winkel en die zoekt naar een goeie dildo. Dus die vrouw die daar werkt, die zegt, ik heb een hele speciale. Deze moet je echt hebben. Deze is gewoon automatisch. Als je zegt, voodoo dildo nog wat is, dan gaat hij daar gewoon... heen en dan doet hij zijn ding, weet je wel. Dus als hij voeder deelde om een poes, dan gaat hij werken, weet je wel. Okay. Dus dat legt die man uit als een vrouw. Die man gaat op zakenreis en die vrouw die gaat het gebruiken. Die is helemaal blij, weet je wel. Die zegt voeder deelde om een dikke vette gleuf. Ja. Dus die ding gaat aan en op een keer is 10 minuten bezig, langer. En ze weet niet hoe die uit moet, want de gebruiksaanwijzing was weg. Die man had niet gezegd hoe die uit moet, en dat wisten ze niet. Dus ze gingen gewoon in de auto, sprong ze maar met dat ding er nog in. Die vrouw gaat keihard rijden over de snelweg. Ja, echt 160, waar je nu maar 100 mag, weet je. Dat kan natuurlijk nooit. Ze stopt niks, maar ze gaat bijna dood. Ja, maar dat ding stopt niet. En die batterijen, die gaan maar mee. Ja. Dus de politie houdt dat tegen en ze stopt toch. Want ja, ze denkt, dit gaat toch niet goed. Misschien kan de politie me helpen. Zegt die mevrouw, ja, sorry, ik rijd te hard. Want ik heb hier die voedodildo, maar die stopt maar niet. Zegt die politie, ja, voedodildo me reed. Hij papa is niet uit. Echt. Leuk. Is niet leuk. Leuk. Hij is niet zo leuk. Ik vertel hem ook niet goed. Leuk. Heerlijk. Nou, de kamer vond hem minder leuk. De groeten. Wat zegt een timmerman als hij zijn hamer kwijt is? Ik ben mijn hamer kwijt. Doei. Wat heeft een oude vrouw tussen haar borst dat een jonge vrouw niet heeft? Haar navel. Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. Naar de pizzabakker. Gentleman, die zegt, wil je hem in 4 of in 12 stukken hebben gesneden? Zegt Jantje, doe maar in 4. 12 stukken krijg ik in mijn eentje echt niet op. Wat een kutbol. Wat een goede man. Prachtig. De groeten. Er zitten 2 vogels in een boom. Zegt de ene vogel tegen de ander. Zullen we neuken? Zegt die andere vogel. Nee, ik ben een trekvogel. Oké, dit is wel vrij slecht. Jantjes vader had 3 zonen. Kwik, Kwek en... Jantje. Leuk. Hoe noem je een koning die poep? Nou? Een maaierscheid. De groeten. De mop van vandaag is een leuke. Wat zegt een blinde man als hij langs de viskraan loopt? Goedemorgen, dames. Als je het niet snapt, ben je zeker jonger dan 12. Doei. Siri, vertel eens een mop. Hoeveel iPhones heb je nodig om... Oké, laat maar. Hey Siri, vertel eens een mop. Deze is voor kinderen. Wat eet een kat in het liefst als ontbijt? Gestampte muisjes. Wat eet een kat het liefst als ontbijt? Gestampte muisjes. Jezus Christus. Papa, wat is incest?
kop dicht, gewoon doorzuigen. Oh mijn god. Doei. Heb je een mop? Ik heb okay. Mag ik een Kai van de Ree mopje? Ja, ja, natuurlijk. Een klein meisje staat samen met Kai van de R onder de douche. En kijkt naar de pik van Kai van de R. Eigenlijk van de vader, maar dat is Kai van de R. Ze vraagt papa, wanneer krijg ik zo'n ding tussen mijn benen? Op de vader zegt, straks, als je moeder niet meer thuis is. Het is toch geen mop? Ja, nou, ik lees dit gewoon op van. Ik lees dit op van M0P.nl. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel voor het kijken. Doei. Meine Güte. Een drol zegt tegen een andere drol. Ga je nog op vakantie? Zegt die andere drol. Nee, ik ben al bruin genoeg. Oké, de mop van vandaag. Er staat een Nederlander, een Engelsman en Kai van de R zit op een cruiseschip. En dat cruiseschip is aan het zinken. Ja, paniek natuurlijk. Dus die Nederlander zegt, kinderen eerst! En dan zegt die Engelsman, fuck the children! En dan zegt Kai van de R, is daar nog tijd voor dan? Godzame. Hoe heet een Zweedse condoom? Pippi Vankous. Nee, dit is echt verschrikkelijk slecht. Stuur alsjeblieft nieuwe moppen. Oh mijn god. Jasper gaat naar de dokter en zegt, ik heb een bril nodig. Waarop de medewerker antwoordt, inderdaad. Je staat namelijk nu in de kaaswinkel. Oké. Oké, mensen, de mop van vandaag is een leuke. Een komkommer helpt namelijk echt tegen diarree. Het doet alleen wel een beetje pijn. Leuk. Oké, mensen, de mop van vandaag is een goeie. Het gaat over een tandarts en over een meneer die in de stoel ligt. De tandarts zegt tegen de meneer, oké, meneer, dit kan even pijn gaan doen. Of de meneer zegt, oké, maakt niet uit. Maar op de tandarts zegt, ik heb je vrouw geneukt. Een arts, die gaat de patiënt opereren. De patiënt zegt tegen de arts, net voordat de operatie gaat beginnen. Oh, ik ben zo ongelooflijk zenuwachtig. Dit is mijn eerste operatie ooit. Maar op de arts zegt, geen zorgen. Het is ook mijn eerste. Doei. Een man doet de deur open en staat politie voor de deur. De politie zegt, ja, meneer. Het lijkt erop alsof uw vrouw geraakt is door een vrachtwagen. Waarop de man zegt, nou ja, ik weet misschien niet de mooiste, maar ze is wel heel aardig. Stuur nieuwe moppen naar Instagram Koe. Ik heb de mop van vandaag een klein beetje offensive. Kan je niet tegen, klik dan weg. Waarom heeft het een jaar voor een weeskind maar 363 dagen? Hij heeft geen vader en moederdag. Oeh. De dokter zegt tegen meneer Jansen. Weet je wat ik in jouw maag gevonden heb, meneer Jans? Zegt meneer Jansen nee. Zegt de dokter 21 theelepels. Zegt de dokter, ja, dat heb je toch gezegd? 3 maal per dag een theelepel. Leuk. Er staan 2 herten staan in het bos. 1 hert heeft een zonnebril. En zegt de ene hert tegen de andere hert, waarom heb jij nou die zonnebril op? Zegt de ene hert, omdat ik een ree ben. Oh, wat slecht. Let op, alleen voor kinderen. Wat voor kleren draagt een wolk? Een donderbroek? Dit past wel bij het niveau van de grap. Jezus. Een skelet komt een bar binnen en zegt, een drankje alsjeblieft. En een dweil. Komt een man bij de dokter. Zegt de dokter tegen de man, meneer, wat is er aan de hand? Zegt de man, ja, weet ik niet, jij bent de dokter. Vond ik leuk. Leuk moppie. Er komt een man bij de dokter en de dokter vraagt, hoe gaat het met u? De man zegt, goed. Maar de dokter zegt, nou, dan ga je weer naar huis. Het goed met je gaat. Nou, deze vind ik eigenlijk wel. Mensen, het is warm en ruikt naar banaan. Een warme banaan. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Koch BTC, niet voor later een verdubbel in.